We zitten op de meest noordelijke plek van onze reis. Camping Namsos. En we willen nu weer een stukje terug naar het zuiden. Euromobiel camping bij Frosta. Maar dat gaat helemaal mis. Dit is onze route. En we dachten al, verrek, gaan we niet over de E6. Dat is toch wel heel typisch. En zo ver was het toch ook niet. Google Maps zegt bestemming bereikt. En we zitten hier aan het Trondheimfjord. Maar hier is geen camping. Dus ik heb nog even nagekeken en de camping zit precies aan de andere kant van het water. Dat betekent dat we helemaal terug moeten, helemaal zo omrijden. Een rit van 2 uur om aan de andere kant van het water te komen. Wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Ik ben fout geweest op een hele andere manier. Maar ik heb gewoon op een knopje gedrukt. En... Nou goed, we hebben dus een tegenvaller van 2 uur en 15 minuten. Dus we maken dat goed met een chocolaatje, een chocolaakoekje en een beetje melk. En dan gaan we weer rijden. Het maakt ook eigenlijk helemaal geen bal uit, want het is takken weer. Zo is dat. Heel veel regen. En donker. Dus anders hadden we toch alleen maar in de camper gezeten. Dus we gaan een stukje rijden zo meteen. Ondanks deze tegenvaller, de route is prachtig. En nu lijkt het toch ook wel goed te gaan. De camperplaats hier ligt niet ver van het stadje Frosta. Op het bord staat dat we een plek mogen uitkiezen en dat de eigenaar vanavond langskomt. We moeten dus helemaal naar de andere kant van het water. Het gaat de E6 op, dat gebeurt hier, en dan richting het zuiden, richting Frosta. Links op dit plaatje, daar waren we dus eerst. En nu zitten we rechtsonder. Vlak bij de camperplaats is het begin van een brug naar het nabijgelegen eiland. Tautra. Eigenaren van de camperplaats zijn Harald en Linda. En Harald kwam inderdaad langs. We betalen voor 2 nachten 600 kronen. Omgerekend nog bijna 26 euro per nacht. En ook hier wordt het in deze periode 's avonds nauwelijks donker. De volgende ochtend sputtert het nog steeds, maar het wordt gelukkig beter. Het zonnetje schijnt me lekker, hè? Vanmorgen toch wel wat pittige regenbuien gehad. En nu belooft het de aankomende uren droog te zijn. Dus we gaan even naar Tautra, een aanliggend eiland. 1 weg ernaartoe. Maar om eventjes toch iets te memoreren. Gisteren waren we onderweg hier naartoe, maar toen zaten we dus helemaal aan de verkeerde kant. Ja. Toen stopten we in the middle of nowhere, maar er was geen camperplek, geen camping, niks te bekennen. Dus dat scheelde ons weer 3 uurtjes rijden om hier naartoe te komen. Je moet er wat voor over hebben. Ja, zeker. Hè? De brug is geschikt voor auto's, maar wel erg smal. De lengte in totaal is 2 kilometer. Aan het einde van de brug broederen van allerlei vogels, waaronder deze stormmeeuwen. En het eerste dat we op het eiland zien is de klokkentoren van de begraafplaats van Tautra. Landbouw is belangrijk in Tautra. En Tony heeft contact met een medewerkster. En die heeft een zus in Nederland. We zijn hier
buiten bij Ofra en we treffen deze dame. Goedemiddag. 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 Hoe heet jouw zus? Jennifer. Jennifer. In Hoofddorp. Ja. Dag. Aardappelen, uien, andere groenten. Je kunt ze allemaal ruiken. Klooster Garden Tautra, een café-restaurant. En in de tuin van het restaurant is de ruïne van het oude klooster. Gesticht in de 13e eeuw. En de monniken van toen, dat waren goede vaklui hoor. Het klooster had onder andere een timmerwerkplaats en een smederij. Ze hebben van allerlei dingen gevonden daar. In dat café-restaurant, ze brouwen er bier, er zijn bierproeverijen, ze maken whisky, er zijn ook whiskyproeverijen. Maar wij beperken ons tot een heerlijk ijsje. Moet lekker zijn. Aan de andere kant van het eiland heb je ook een Maria-klooster. Dat is nog intact en het wordt nog bewoond door 11 nonnen. We wandelen weer terug, maar nu regent het. En in de verte, daar zie je onze camperplaats. Hier zie je onze wandelroute over de brug en op het eiland rechtsaf. Eerst naar de kloostergarden en dan naar het klooster. En dan gaan we weer terug aan de andere kant en dan heb je ook nog het Maria-klooster. En dan weer over de brug terug, alles bij elkaar, bijna 10 kilometer. Deze opname is van 10 uur 's avonds. Gewoon licht. Nou, 10 juli. En zo waar, vanmorgen was het hartstikke mooi weer. Het begint nu een beetje te betrekken. Vanmiddag gaat het regenen. Dan komt dat restant. Wat gezorgd heeft voor veel onweer in Nederland en België. Dat komt nou hier. Dus het begint hier vanmiddag te regenen. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan een lekker stukje fietsen. Niet te lang. 20 kilometer. We gaan naar Frosta. Dat ligt hier vlakbij. Dus we gaan het zien. Ik verheug me er wel op. Even een beetje beweging. Lekker. Meteen tijdens de fietstocht ben je wel verplicht om te filmen. Geweldig mooi. Dan heb je de brug van gisteren. De filmploeg in actie. Ja. Ik wil het temontuurplaatje. Temontuurplaatje. Heerlijk. Paadje. Na een paar kilometer zien we een andere camping aan de kust. Haugen Fjara. Druk, wel veel vaste plekken, maar je kunt er ook als toerer kun je er gewoon staan. En ook hier, net als gisteren in Tautra, veel landbouw.
Geweldig of niet? Ja. Even zo'n mooi plekje. Ja. Ik citeer Willem Kloos. Oh. Een Nederlands dichter van vroeger. Ik hou van de natuur, zei hij, maar ik moet er wel wat te drinken bij hebben. Hij had helemaal gelijk. Gezondheid. Gezondheid. Bij Loch Toen komen we bij een heuvel met de naam Tinghogen. Hier werd in de middeleeuwen wetten en regels gemaakt. En op deze heuvel staan 13 stenen en elke steen staat voor een provincie. En bij Frosta dit hele mooie kerkje, gerestaureerd in de 19e eeuw. Holy moly joh, wat heb je nou weer bedacht? Ja. Never a dull moment. Nee. Het moet een beetje spannend worden. Als je alleen maar naar kerkjes gaat kijken, dat is natuurlijk ook niet. Als je met hem op stap gaat, heb je echt never a dull moment. Nee. Don't try this at home. Hier weer de route. De andere camping, Haugen Fiara. Hier heb je de heuvel met de 13 stenen. En dan fietsen we door. Het kerkje bij Frosta. Naar de andere kust. En hier een heel smal paadje terug naar de camperplaats. Een hele mooie dag. Mooie fietstocht met mooi weer nog. En toen we thuis waren, toen begon het langzaam te regenen. Ook niet erg. Goede douche hier. Hele goede douche. Dus sowieso een hele mooie plek. Heel mooi landschap. Ik vond het geweldig. Morgen gaan we naar Trondheim. Ben ik ook heel benieuwd. Ja. Of we daar jouw broer ontmoeten. Die helemaal vanaf Nederland samen met zijn vrouw aan het fietsen is van Veldhoven bij Eindhoven naar Trondheim. En of we die gaan vinden, of we elkaar inderdaad kunnen treffen. Ja. Dat was eigenlijk het doel van deze hele reis. Maar met een hele mooie dingen die we allemaal gezien hebben. Ik vind het tot nu toe een geweldige vakantie. En dan hebben we hier ook nog spinazie met zalm. Met een lekker gekookt ei met citroen en alles. En vanavond speelt Oranje de halve finale. Oranje? Dat kan je. Oranje, dat kan je.